We gaan de bazaar binnen. Wat we zien is dit de christenbazaar. We zijn er volop. En dan gaan we snel weer over op de kisten. En dat hoort bij een fanaat die dicht is met zijn water. Bazaar. Ja, zo onderhand kunnen we al geen tegeltjes meer zien, maar het is toch wel een beetje weer een leuk stuk. Dus, ach. En het beweegt wat. Vooral de drommetjes weer. We gaan in het Badhuismuseum. Allerlei badgereedschap om te scrubben, te scheren en we zijn gescheiden, dus ja, de mannen moeten elkaar even de rug wassen en de armen wassen. Het kan heel sociaal gebeuren, maar je moet het maar leuk doen. Daar zitten de baders en de vis hebben intussen het zwembad overgenomen. En deze bakken zijn het warme water en dan zijn daar aan de zijkant, daar zijn de bakken met koud water. Dus ja, dit is het warme water is dan helemaal opgewarmd. Dan kun je in het koude water afkoelen. Mooi marmer op de vloer. Kledingbazaar beland en het is hier knapdruk. En het is maandag. Ja, eigenlijk is het zaterdag, maar voor hen is het maandag. We gaan even thee drinken. En dan over tot een vis. Op bezoek bij een tapijtfabriek. Hermans Jamee-mosk in de we waren toch nog even een stukje film aan de moskee. Hoewel we er intussen heel veel gezien hebben, heeft deze dag ook wel weer zo zijn mooie zaken zoals hier dat ijzerwerk. Een twee van de Jamee Mosk. En nog enkele leuke details. Dit is een heel klein detail, zodat je kunt zien wat voor priegel gepriegel het is. We zijn met de restauratie bezig van alle miniaturen. Nou, ik weet waar het geld van Bam blijft, want al dat uithakt kost een hoop geld. Die meneer die verkoopt dode geitenkop, het is niet te geloven. Van de warme lucht in de bazaar, want we zijn ondertussen weer weg naar het hotel. We lopen nu door de bazaar. En we zien zelfs brommers in de bazaar.